16 juni was een mooie dag. We zijn nu bijna een weekje verder. Hoe kijk je terug op die dag? Met een enorm ook wel trots gevoel, denk ik. Want het begon eigenlijk al middernacht, waar een actie met name ook door onze supportersgroepering is opgezet. Prachtige aangelichte Martini-toren. Wij werkten hier natuurlijk in het stadion ook toe naar de uitzending die we samen met RTV Noord hebben gedaan en de onthulling van het standbeeld. En je merkte wel ook dat de spanning enorm het opbouwen was. En ook Erwin en Ronald, daar merkte je aan dat ze gewoon heel erg trots waren dat we op deze manier een blijvende herinnering aan hun vader hebben neergezet. Dat was natuurlijk al een prachtige tribune. En verder zie je natuurlijk nog allemaal andere acties. Hè. De spandoeken die overal hingen, bijna in elk dorp volgens mij wel in ons achterland. Ja, dan zie je dat deze club voor heel veel mensen heel veel betekent. En ik vind het mooi om te zien, dat vond ik met Laat ons weer eens samenjuichen ook. Het zijn acties die soms wel, maar ook soms helemaal niet met de club worden opgezet. En dat is ook volgens mij precies de wisselwerking die je moet hebben met je supporters scharen. Ja, en daar zijn we gelukkig het afgelopen jaar goed in geslaagd om dat samen hartstikke goed op te pakken. Daarnaast zijn we nog steeds on tour. Hoe gaat dat? Goed, intensief. Maar echt heel erg leuk. Elke keer als je aanbelt en er wordt een deur open gedaan, dan krijg je een heel mooi lachend gezicht. Je krijgt vaak wel heel veel verhalen. Iedereen is ook heel erg gastvrij. Ik ben op heel veel mensen ook al echt binnen geweest. Maar wat je vooral merkt is dat het supporters goed doet dat de club ook naar buiten toe gaat, naar de supporters toe. En ik denk dat ook de actie 1-op-1 weer invloed heeft gehad op het grote aantal seizoenkaarten waar we nu op zitten. We gaan nu richting de 10.000. Iets wat we eigenlijk de twee normale jaren voor het COVID-virus waar we niet aan zijn gekomen. We hebben het net ook al gehad over die samenwerking, die wisselwerking tussen supporters en club. Ja, daar moeten we met z'n allen echt alles aan doen om die ook in wat mindere tijden zo goed te houden. Want dat gaat echt de kracht zijn waardoor wij de aankomende jaren gaan groeien. Nu gaat het bijna weer beginnen. Zin in? Ja. Het is altijd aan het einde van het seizoen ben je altijd moe. Maar na een dag of 6-7 in de zon had ik echt alweer zin om te gaan beginnen. En als je naar het voorbereidingsprogramma kijkt, dan gaan we in ieder geval weer lekker veel wedstrijden spelen. Nou, het ministerie heeft gelukkig ook aangegeven dat de kans enorm groot is dat we gewoon met het publiek gaan spelen. Helaas is het niet zo dat we dat vanaf het begin van de voorbereiding kunnen gaan doen. De eerste training, maar ook de eerste paar oefenwedstrijden. Dat is helaas niet mogelijk door alle regelgeving die er omheen hangt om daar op publiek toe te laten. Wij krijgen op dit moment geen vergunning om met het publiek te gaan spelen. Zover is de regelgeving helaas nog niet. Daar komen allerlei andere maatregelen bij kijken, zoals bijvoorbeeld weer verplicht testen. Het worden enorme drempels, er zit een heel lang tijdspad aan. Dus de eerste paar weken zal het gewoon helaas niet mogelijk zijn. En moet iedereen nog even onze eigen kanalen goed in de gaten houden. Natuurlijk zijn we overal zelf bij en gaan we heel veel content maken en laten we dat zien. En gaan we er alles aan doen om aan het eind van de voorbereiding wel publiek en het liefst ook in grote getalen te kunnen ontvangen bij de wedstrijden. Wat we in ieder geval wel kunnen beloven is dat we het laatste weekend voordat we tegen Cambuur de competitie gaan aftrappen hier in het stadion tegen een goede tegenstander gaan spelen. En zoals het nu lijkt is de kans dan ook heel groot dat daar publiek bij mag. En dat zou in ieder geval een hele mooie test zijn, niet alleen voor het eerste elftal, maar ook voor onze organisatie, omdat wij ook al een jaar lang veel te weinig mensen in het stadion hebben kunnen ontvangen.